Yo, what's going on guys? Welkom terug bij weer een nieuwe episode op mijn channel van The Evil Within, aflevering 8 inmiddels. Het hoofddoel is om naar die toren te gaan. We hebben daarvoor een sniper en wat andere wapens in gebruik. Let's be careful. It could be full of them. Ik wil die eigenlijk best wel knifen. Ik heb je dit eigenlijk al de vorige part helemaal uitgeschakeld zo goed als. Oh jeetje. Oké, ik vraag me een beetje af wat die guy voor hoofd had. Doe sterven, come on. Hoppa. Oké, laat hem maar hierheen komen. Zie, ik schakel het in ieder geval ietsje sneller uit. Laat ik ook deze maar eventjes gaan gebruiken, want die is toch wel nodig, denk ik. Daar heb ik er nu 2 van. Ik wil er sowieso meer hebben, anders gaat hij uiteindelijk komen op. Is al vol. Ik zie dat er ook een upgrade sapje is hier. Dus die pakken we er ook meteen bij. Hier heb ik toch weer extra upgrade sappies. Wel trust de oude pik. Oh, ik schrok me dood van hem, hè. Weet je hoe erg ik ook die dingen haat? Want mijn timing is echt bad met die shit. En niet zo zeker omdat ik het niet kan, maar omdat ik gewoon, ja, ik... Time een soort van automatisch verkeerd. Hier, dit is net zoiets doms. Zetten we elkaar in de fik omdat die guy een molotov cocktail draagt. Ja, lekker kut man. Weer held weg. In ieder geval lucifers erbij en laten we dit eens aanzetten. Kijk wat er gebeurt. Aha. We kunnen in ieder geval wat dat betreft eindelijk verder en een beetje progressie boeken. Get to cover. They're shooting from above. We'll have to take them all out before we can get in. Jezus, wat zijn dit voor veel te slimme guys. Take out those other guns.
Oh man, met hoeveel gaan hun wel niet komen? Slaam, slaam. Kom op, pak het op, ouwe. Oké, als ik dit in ieder geval in de fik zet, gaan ze allemaal. Hoppa. Oké, die zijn allemaal gone. Oh, doe eens niet zo eng. Yo! What the fuck? Are you all right? Snel, gebruik die shit. Dank je. Rats. Oh man. Geen held meer over. Kijk ze allemaal eens even gaan. Het is in ieder geval sniper bullets. Ah, 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 ah. Kijk dit hoofd! Woe! Wat is dit nou? Ik zit in haar. Are you all right? Dit gaat niet goed. Nee, ik ga niet. It's too late, mate. Oh jee, oh jee, oh jee. En wat hebben we hierboven? Omdat wie weet kan ik wel op die manier gewoon vluchten, joh. Maar dat is ook wel een probleem. Hij moet ook niet neergaan, hè.
Oké. Oké, wat hebben we hier? Au, au, au. Fucking hell, reload dan gewoon, man. Wat is dit nou voor actie? Kut! Oké, okay, even kijken waar nog meer. Daar, denk ik. Daar? Of zo? Nee, hier joh. Hier. Nee, ga ik net neer. Oh, jongens. Ja, het is gelukt, man. Zelfs met een pistool. Oké, okay, thank God. Ja hoor! Nee! Klaar. Wat is dit toch voor verschrikkelijk spel? Het zijn een soort Saw-acties. Ik heb het al meerdere malen benoemd eigenlijk, ook voorheen. Oké, snel naar de grenade overschakelen.
Ja, ja. Oh my god. Ik heb nog maar 6 bullets over. Hier heb ik helemaal niks van. Weet je wat? We gaan dit allemaal pakken. Dank je, dank je, dank je. Dank je. Wat een kutspel is het ook eigenlijk, hè? Ja, als je gewoon een beetje ammo wil, moet je eigenlijk nu gewoon nog rondneuzen. Maar voor je gevoel duurt dat te lang, hè? Ik heb gewoon geen enkel andere ammo-type ook meer over van... van die crossbow. Hier kan ik van rondkijken, maar hier ligt waarschijnlijk toch geen ammo van. Toch weer 1000 extra. Nou, hier ligt helemaal niks. Toevallig omdat we het gewoon al hadden opgepakt. Maar ja, je weet het nooit, hè. Die game heeft zo vaak teruggeladen. Ik ben benieuwd of die rechterkant nog lukt. En daarmee bedoel ik dat als je deze hebt gedaan... die machine opnieuw heb aangezet. Wie weet werkt dat wel. Oh, dat zijn alleen flesjes. Oké. Okay. Hier kan ik niet meer upgraden, helaas. Ik zie, misschien werkt het wel. Oh, nee. Dus ja, hij is wel rood, maar hij kan niet opnieuw aangezet worden. Je moet daar gewoon een keuze maken tussen je rewards. Wat lame eigenlijk. Nou ja, goed, dat weet ik dan voor de volgende keer. Het is gewoon het einde... van deze wanstaltige missie. Laten we door die deur heen gaan en eens even kijken wat we daar aantreffen. Ik ben in ieder geval goed klaar met deze chapter, in ieder geval met deze actie. En ik ben benieuwd wat de game nou voor me in petto heeft, want voel ook gewoon dat het pas chapter 6 is, hè. Hou op met me. Hou op met me, spel. The elevator is stopped at the top. Let's look for another way. Dat had ik je wel al kunnen vertellen, mafkees. Ik hoor alweer zo'n punt. Waar de muziek vals gaat, die valse jazzmuziek waar je kan upgraden. This is what the holdup was. Ja, wil je daadwerkelijk met de lift gaan? Je bent gek, ouwe. Toch weer zo'n boekje, zo'n collectible, zo'n journal. Oh wee, als we weer in een debiele flashback komen. Hou op met me dan, want ik wil alleen even levelen gewoon. Oké. Okay. Ik heb in ieder geval geen extra sleutels, dus dat kan ik al niet doen. Zij chillt hem hier gewoon. We slaan hem op. Yes. Accept. En dan gaan we zeg maar hier naartoe. We levelen. Vervolgens ga ik naar die elevator. Stap ik in de elevator samen met die dude. En dan ben ik er wel weer klaar mee voor deze episode. Even kijken. Wat hebben we hier? Damage multipliers of stock. Ik wil sowieso de stock van de shotgun omhoog gooien. De bolts, de grenades. Deze wil ik ook echt omhoog gooien. Meer van deze. Nou, en nou was het alweer klaar, zeg maar. We stappen de elevator in en dan is het einde episode.
Ik weet niet wat de hel dit voor bullshit is. We zullen het vanzelf zien de volgende aflevering. Ik heb ook zo het idee dat ik hem sowieso weer echt slecht getimed stop. Dat je zeg maar, als we de volgende party verder gaan, ik dan de chapter uitspeel ofzo. Daar heb je best kans van. Maar goed, het licht kan uit, want er is hier daglicht. Do you think Kidman is okay? I don't like that they used her as bait. Almost like someone's toying with us. Nee. Hang in there. Just a little further. Ik dacht al, nog even aan de outro van deze video. Kan ik dit niet gewoon in de fik zetten? Nee. Dat hij nog even verandert aan de outro van deze video. Oké, okay, toch maak ik hem... Wat? There are only two. We can take them. No, that's not. Oh jee. Joseph. Waar brengen ze hem heen? Wat is dit voor een rare episode? Oké, en nu? You okay? I'm fine. No need to worry. Hoe ga ik daar komen, Joseph? Oh mooi. Ik vind het een hele vette originele game, echt. Ik kan er niets anders van maken. Should have just let them. Huh? And the hell? It's just a matter of time. It's better this way. Hou op! What the fuck? Wat gaat er in deze karakter zijn hoofd om? Ik ben zo benieuwd. Wat gebeurt er überhaupt allemaal in dit spel? Cover me. Let's go. Au. What the fuck was dat? Rot op! Ja, we kunnen. Lekker pik. Joseph, are you all right? Yeah.
checkpoint. Er komt geen einde aan. Dan eindig ik hier dus mijn aflevering. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Dan moet je even kijken waar we heen moeten in de volgende aflevering. Het is in ieder geval overdag ter verandering. Dat mag ook wel eens. We gaan volgens mij naar een oud kerkhof, een oud dorp. Het voelt bijna een beetje Outlast-achtig, maar... bedankt voor het kijken. Hier gaan we dus de volgende part heen. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Tot part 9. Darkness twisting me.